Morgen weer een nieuwe dag. Een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag. Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn. Is dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet. Maar wie is dan de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld. Maar minste praat over een man uit Amerika die aan het vechten is met mensen uit een ander land. Omdat die denken dat het beste is voor alle man. Iedereen die is een beetje baas. Tim, zijn papa zegt de blanke. Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven hoe die hard te zijn. Dus kind, slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar kindje slaapt, daar buiten dan loopt de schaap. En morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat. Mama die is mijn papa, gaan eten bij de Chinees. En dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees. Waarom hebben papa en mama altijd ruzie met elkaar? Het is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar. Je vriendje Kees die heeft geen eens een pa, die is dood. Maar waarom gaan mensen dood? Nou ja, dan gaan gewoon zo. Net als Vera, Amika, al je tantes zijn weg. Maar waar gaan ze dan naartoe? Gewoon een andere plek. Kerel, jij vecht niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood. Maar Robin zegt de ene man is dood, dus ik moet anders brood. Dat is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden. Die gingen naar een ander land en stolen al het eten. Dus die mannen werden rijk, maar de bewoners van het land. Ach, trouwens, ga jij maar slapen nu gewoon, mijn kleine man. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven hoe die hard te zijn. Dus kind, slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven hoe die hard te zijn. Zwak, daarom zitten ze toch thuis? Nee, dat zeggen zwakke mannen, maar dat is dus echt niet juist. En kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw. En mama koos voor ons, terwijl ze ook nog best wel werken wou. En iedereen en alles op de wereld is gelijk. Maar vroeger was er ook een man die alles overnam. Maar kijk, hij zei dat joden minder waren. Ze mochten niet meer blijven. En dat is de reden waarom mannen boeken is gaan schrijven. Doe nu je ogen dicht en slaap maar zacht. Alleen, als ik nog één dingetje vragen mag. Wat? Waarom hebben sommige mensen nou niks te eten? Omdat er mensen zijn die enkel om zichzelf geven. Maar is dat dan niet erg? Jawel, maar kijk niet naar een ander, kijk altijd naar jezelf. Dat is waar het begint en dat is wat werkt. Schrijf niet alles af op een ander, want dat is beperkt. Nu doe je ogen dicht en slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven hoe die hard te zijn. Dus kind, slaap